Vandaag gaan we het wat verder hebben over tabel 48. Dus daar gaan we wat meer in detail bekijken. En dit filmpje is dan ook voor het VWO. En dan gaan we met name het hebben over de standaard elektronenpotentiaal. Want als je namelijk tabel 48 hebt, dan zul je ongetwijfeld al gezien hebben dat je al die getalletjes ziet staan. De standaard elektronenpotentiaal. Achter elk redoxkoppel, want dit zijn allemaal redoxkoppels, zie je een getalletje staan. Nou, wat een getalletje nou precies voorstelt, daar gaan we het over hebben. Eerst nog even over een bepaalde metalen. Wat zijn edele metalen, wat zijn half edele metalen en wat zijn onedele metalen? Nou, je weet dat goud een hele zwakke reductor is. Dat gaat nauwelijks over in zijn ionvorm. Dus dat betekent dat je het gewoon zuiver in de natuur kan vinden. En omdat het zo moeilijk in zijn ionvorm overgaat en dus niet aangetast wordt, noemen we dat een edel metaal. Metaal die heel makkelijk hun elektronen afstaan, dus heel makkelijk in die ionvorm overgaan, dus hele sterke reductoren zijn, dat noemen wij onedele metalen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld de zink. Hè? En half een edele metalen, dat is bijvoorbeeld koper. Dat zit er een beetje tussenin. Nou ja, we spreken altijd over een redoxkoppel. Dit is een redoxkoppel. Kijk maar, zink met Zn2+. Hè. Zink is dan de reductor. Ja, en dan, daaruit ontstaat dan Zn2+. Dat is bijbehorend, dat hoort bij dat Zn. En we zeggen dan ook, Zn is de reductor en Zn2+ is de bijbehorende, de geconjugeerde oxidator. En Zn2+ is natuurlijk een oxidator, want die kan de elektronen opnemen. Maar ja, voor hetzelfde geld schrijf je de reactie op deze manier op. En dan zeg je Zn2+ is de oxidator. En de bijbehorende reductor is dan Zn. Zn2+, oxidator. En de geconjugeerde reductor is dan Zn. Oké, onthoud die termen. Nu weer over die standaard elektrodepotentiaal. Wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, stel nou voor dat je een bakje neemt, in het bakje doe je water, en in dat water los je op zinkionen, bijvoorbeeld je lost op zinknitraat. En je zorgt ervoor dat de concentratie 1 mol per liter is. En je gaat ook ervan uit dat er standaard omstandigheden zijn, standaard temperatuur en standaard druk. En dan plaats je daar een staaf zink in. Nou, wat je dan hebt, dan heb je eigenlijk het redoxkoppel bij elkaar. Je hebt namelijk Zn2+ en je hebt Zn bij elkaar. En wat gebeurt er dan? Nou, in dit geval zal het zo zijn dat het zink in eerste instantie een beetje overgaat in Zn2+. Dus je zou kunnen zeggen, het evenwicht verschuift een beetje naar links. Dus de zinkenstaaf zal een klein beetje in oplossing gaan. Er komen meer zinkionen in oplossing. En er ontstaan ook elektronen. En daardoor, en die elektronen die blijven dan in de staaf. En daardoor wordt die staaf negatief. Die krijgt een negatieve potentiaal, noemen we dat. Dus een elektrische lading krijgt het. En die potentiaal, die hebben ze gemeten. Nou, hoe ze dat meten, daar ga ik zo direct nog eventjes over vertellen. Maar ze hebben het gemeten. En dan, wat er uitkomt is min 0,76 volt. En dat noem je nou de standaard elektrodepotentiaal. En zoiets kan je in principe voor elk redoxkoppel doen. En dan kan je bepalen uiteindelijk wat dan de lading van zo'n staaf gaat worden. Bijvoorbeeld, dat hebben ze gedaan met koper. Nou, je neemt een bakje, daar doe je weer koperionen in. Bijvoorbeeld je lost kopernitraat op. Je zorgt ervoor dat de koperionenconcentratie 1 mol per liter is. Standaardomstandigheden natuurlijk. En je hebt daar een koperen staaf ingezet. En wat je dan ziet gebeuren, is dat de koperen staaf positief wordt. Dus wat er hier gebeurt, is dat als je dat bij elkaar brengt, dat dan die koperionen in eerste instantie elektronen weg gaan trekken van de staaf. Waardoor de staaf positief wordt. En die koperionen gaan over in koper. Dus de koperstaaf zal ietsje dikker worden, dat zal niet veel zijn natuurlijk. En je krijgt iets minder koperionen in de oplossing. En als je dat dan gaat meten, dan zal je zien dat de potentiaal, de lading van die koperstaaf, wordt plus 0,34 volt.
Nou is de vraag natuurlijk, hoe moet je dat nou eigenlijk meten? Want zo'n lading, zo'n potentiaal, moet je eigenlijk altijd meten ten opzichte van iets. Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld wil weten hoe hoog je woont. Als je hier zit, ja, dan kan je natuurlijk zeggen van ik zit veel hoger dan dit. Maar als je ten opzichte van dit vergelijkt, dan zit je weer lager. Dus zodat iedereen dezelfde norm gebruikt, moet je dus eigenlijk een standaard bepalen. En dat hebben ze in Nederland gedaan met het genormaliseerd Amsterdamse pijl, het NAP. En dan hebben ze het gemiddelde niveau van het IJsselmeer genomen. Dat is dan de nulwaarde. Dat is gewoon een afspraak van mensen onder elkaar van laten we dat nou als nulwaarde nemen. Dan weten we precies als we zeggen van hoe hoog we zitten. Dat we zeggen bijvoorbeeld we zitten 2 meter boven NAP of we zitten een paar meter onder NAP. Nou, en zo je ziet. In Nederland is het in ieder geval zo dat een groot gedeelte van Nederland onder NAP zit, dus onder het zeeniveau, zeg maar. Vandaar dat we natuurlijk ook van die sterke dijken nodig hebben. Nou, even terug naar het meten van die standaard elektrodepotentiaal. Je moet het dus meten ten opzichte van een standaard. En die standaard, hebben mensen dat met elkaar afgesproken, van de standaard is dit systeempje. Wat je gedaan hebt is een bakje, daar doe je H-plus-ion in, 1 mol per liter weer, onder standaardomstandigheden. Je plaatst daar een platinastaaf in, nou die platinastaaf die reageert helemaal niet, maar daar langs laat je H2 stromen. Dus eigenlijk heb je een H2-staaf gekregen als het ware. En heb je hier weer een redoxkoppel, H2 en H+. En wat voor lading krijgt deze staaf dan? Nou, daar hebben ze met z'n allen afgesproken. We gaan ervan uit dat daar de lading, de potentiaal, nul is. Dus wat ga je nu doen als je de standaard elektrodepotentiaal van deze wil meten? Dan ga je kijken wat is de lading ten opzichte van deze. Nou, dat heb ik hier ook nog eventjes voor jullie neergezet. Hier zie je dat linkerbakje, dat is zinkstaaf in de oplossing met zinkionen. En nu ga je meten wat de lading van deze staaf is. Dan moet je potentiaalverschil meten. Er zit dus ook een voltmeter tussen. Ten opzichte van de waterstofelektrode. Kijk, maar dit is die platina. Hier zit de H-plus-ionen, of H2O-plus-ionen, 1 mol per liter. En je laat er constant waterstof langstromen. Dit is de manier om standaard elektrodepotentialen te bepalen. Nou, ik heb ook nog hier een klein tekeningetje van. Als je een koperelektrode zou hebben met koperionen. En dan wordt uiteindelijk het potentiaalverschil plus 0,34 volt. Dus dit is plus 0,34. Nu de vraag. Verlopen redoxreacties nou eigenlijk altijd? Is het nou altijd zo dat als je een oxidator en een reductor bij elkaar doet, dat het er altijd verloopt? Nou, dat is dus niet zo. En daar zijn regeltjes voor. En de regel is als volgt. Als je een oxidator met een reductor laat reageren, dan ga je de standaard elektrodepotentiaal van de oxidator, neem je dan. En wat trek je daarvan af? De standaard elektrodepotentiaal van de reductor. Nou, dat is heel simpel natuurlijk, hè? En dan ga je kijken wat voor getalletje eruit komt. Als het getalletje groter is dan 0,3, dan krijg je een aflopende reactie. Is het getalletje kleiner dan min 0,3, dan verloopt de reactie helemaal niet. En zal de waarde tussen de min 0,3 en 0,3 liggen, dan krijg je een evenwicht. Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Zullen we eens een voorbeeldje doen? Fluor bijvoorbeeld met CO-minionen, zal het met elkaar reageren? Nou, neem dit getalletje, 2,87. Min 1,36 en je ziet meteen al het getalletje is groter dan 0,3, aflopende reactie. Nou deze, de stof jood, zal dat reageren met bromide-ionen? Nou, we nemen weer de standaard elektrodepotentiaal van de oxidator, daar beginnen we altijd mee natuurlijk. Hè? Dat is plus 0,53. Min de standaard elektrodepotentiaal van bromide. Dus min 1,09 en je ziet wat eruit komt is een getalletje kleiner dan min 0,3. Die reactie zal dus niet verlopen.
Zal bijvoorbeeld, even kijken, laten we eens kijken, we nemen zoutzuur, een oplossing waarin H+-ionen voorkomen. Dan zal de H+-ion als oxidator kunnen werken. Zal dat reageren met bijvoorbeeld zink? Nou, wat doe je dan? De standaard elektrodepotentiaal van de oxidator, dat is 0, min, waar staat die? Min 0,76, daar komt dus uit, plus 0,76, groter dan 0,3, aflopende reactie. Nou, dat is de manier waarop je dat moet doen. Een beetje mee oefenen natuurlijk, dat is ontzettend belangrijk. Zeker bij reductiereacties moet je flink oefenen. En hoe vaker je doet, ja, dat is met alles zo natuurlijk, hoe makkelijker het wordt. Nou, ik wens jullie weer heel veel succes en tot de volgende keer.